Agenten die door rood rijden of met de auto over een fietspad of veel te hard. Het gebeurt en de vraag is, mag dat? En zo niet, is er iets aan te doen? RTV Utrecht heeft vaker bericht over dit soort zaken. Het laatste voorval draait om een politieagent die zonder dringende reden met zeer hoge snelheid door Utrecht Overvecht rijdt. Even eentje naar de kruising knallen, jongens. Het gaat om deze rit van een politieauto in de Utrechtse wijk Overvecht. Dit is de Franciscusdreef. Daar mag je 50 km per uur. Het is 12:30 s'nachts. De agent rijdt met hoge snelheid en zonder sirene en zonder zwaailicht. We naderen de kruising met de Orinoco-dreef. De verkeerslichten zijn uitgeschakeld. Bij de stopstreep is ons eerste meetpunt. Ondanks het late uur is er nog divers ander verkeer onderweg. Dat zien we hier rechts bij de benzinepomp en even later zien we een auto rechts afslaan. De agent mindert geen vaart en knalt vol gas over een nieuwe kruising. Agenten mogen 40 km per uur harder rijden dan de geldende maximumsnelheid. De agent mag hier dus 90. We naderen de kruising met de Edmonton-dreef, ons tweede meetpunt. We komen op een gemiddelde snelheid van 125 km per uur en een top van rond de 130. En dan stopt de agent bij een rood verkeerslicht. Dus het kan kunnen dat hij gewisseld is van bestuurder, maar het zou ook heel goed kunnen dat hij dom is. En ik praat hierover verder met verslaggever Mark van Rossum. Want Mark, jij stoorde je aan het feit dat die agent 125 km per uur rijdt. Wat deed je met je ergernis? Ik heb een melding gedaan bij het Openbaar Ministerie. Maar die hebben die melding niet in behandeling genomen. Ze hebben hem doorgestuurd naar de politie. En die heeft hem ook niet in behandeling genomen. Dat komt omdat zij vinden dat ik niet betrokken ben bij het handelen van deze agent. Mm-hmm. Dus ik had een klacht volgens hen en ik ben er niet bij betrokken. Dus hoeven ze de klacht niet in behandeling te nemen. Daarnaast vinden ze dat deze agent helemaal niks fout gedaan heeft. We zien hem stoppen bij een verkeerslicht. Na dat verkeerslicht ontstaat er een achtervolging. Dan mag hij natuurlijk doen en laten wat hij wil. Dan moeten ze de boef pakken. Ja. Maar voor het stoppen was er nog helemaal geen sprake van achtervolging. Toch zegt de politie er is sprake van achtervolging. En dus mag hij ook op de Franciscusdreef zo hard rijden. Ja. En het OM, waarom namen zij het niet in behandeling? Zij vinden het primair een zaak van de politie. Dus de politie moet zelf beoordelen of hun agenten de regels overtreden. En als die dat niet vinden, komt het niet bij het OM terecht. Okay. Moet een agent, ja, je zei het in het filmpje al, ze mogen 40 kilometer per uur harder dan de normale mens. Maar moeten zij zich verder gewoon aan de verkeersregels houden? Nee, ze hebben een vrijstelling. Hè? Dit is een van de onderdelen van de vrijstelling. Ze hebben een vrijstelling voor de verkeersregels, maar die is ook weer aan regels gebonden. Kijk, als ze achter een boef aangaan, mogen ze heel hard rijden. Maar normale situaties mogen ze maar 40 kilometer harder rijden dan de plaatselijke snelheid. Dus ze mochten hier 90 in plaats van 125. En er zijn nog veel meer regeltjes. Ze mogen bijvoorbeeld, ze moeten afremmen voor een kruising. Want dan zou iemand kunnen oversteken. Ja. Dat doet deze agent ook niet. Dus er zijn allemaal regels en daar houdt hij zich ook niet aan. Okay. Je hebt hier ook over gesproken met een wetenschapper. Ja. Hoe kijkt die hiernaar? Nou, dat is een jurist van de Universiteit Utrecht. Die heeft er verstand van. En die zegt dat hier mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Omdat de snelheidsovertreding zo hoog is, zegt hij, het zou best wel een strafbaar feit kunnen zijn. Maar hij zegt nog veel meer. En hij zegt bijvoorbeeld ook van dat het als burger heel lastig is om zoiets aan de kaak te stellen. Mm-hmm. Dat je als burger heel snel van het kastje naar de muur gestuurd wordt. En hij zegt dat er geen mechanisme is binnen het OM en de politie om overtredingen van agenten. En dan hebben we het niet over moord of ernstige dingen, maar over kleinere dingen. Als agenten kleinere overtredingen maken. Er is geen mechanisme om die aan de kaak te stellen. Oké. Okay. De politiek dan in Utrecht. Daar heb je ook gebeld, neem ik aan. Ja, met name GroenLinks. Die vindt dit onacceptabel. Die constateren dat agenten vaker zich niet aan de regels houden. Ze maken zich er heel erg boos over. En zij gaan de burgemeester, want die gaat over de politie, om opheldering vragen. En ze gaan aan de burgemeester vragen hoe vaak politieagenten de regels niet naleven. Je bent hier druk mee bezig geweest. En aan het einde van dit hele traject, wat is nou jouw conclusie? Kun je er nou iets als burger aan doen als je ziet dat een agent de wetten overtreedt? Nou, ik ben dit verhaal als burger begonnen, niet als journalist. Ik ben zelf begonnen met deze ergernis. En mijn ervaring is dat je eigenlijk niks kan doen. Dat je inderdaad van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Dat je gewoon echt gewoon met je handen in het haar zit als je vindt dat een politieagent de regels overtreedt. Zoek het uit, zegt de politie. Okay. Je hebt er een hoop werk in zitten. Ja. Ook een lang verhaal op de site. Kan je nalezen, rtvutrecht.nl. Dankjewel, Mark van Rossum.